U heeft het woord, meneer Bos. Dank u wel, voorzitter. En ook namens de Partij van de Arbeid heten we de beide nieuwe bewindslieden van Financiën hartelijk welkom in deze Kamer. We wensen hen succes met de belangrijke taken waar zij zich voor gesteld zien. Eén daarvan is het uitzetten van de hoofdlijnen van het financiële beleid, waarop ik nader zal ingaan en vervolgens zal mijn collega Sens zich richten op het belastingplan 2018 en de wet Hillen. Dat doen we inderdaad als koppel en samen sterk, zoals we dat binnen de Partij van de Arbeid zeggen. Voorzitter, het kabinet Rutte-Ascher heeft de afgelopen jaren een combinatie van bezuinigingen en structuurversterkende hervormingen doorgevoerd. Hierdoor staan de Nederlandse overheidsfinanciën er goed voor. Uit berekeningen van het CPB blijkt dit bij ongewijzigd beleid ook voor de middellange termijn het geval te zijn. In de begroting 2018 heeft het vorige kabinet ruimte gemaakt voor maatregelen om de koopkracht van huishoudens te versterken. Zonder deze maatregelen zou de mediane koopkracht van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden in 2018 afnemen. En dat kan gegeven de huidige economische groei natuurlijk niet de bedoeling zijn. Voor het kabinet Rutte-Ascher was een eerlijke verdeling van koopkracht tussen huishoudens cruciaal. Naast het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het versterken van de duurzame economische structuur was dit de derde pijler van het voormalige regeerakkoord. Daarnaast heeft het demissionaire kabinet voor 2018 extra middelen vrijgemaakt voor de verpleeghuiszorg, veiligheid en de salarissen in het primair onderwijs. De miljoenennota 2018 sluit hierbij aan en in die zin zou ik het vandaag kort kunnen houden. Waar het niet dat het nieuwe regeerakkoord op een aantal punten flink afwijkt van het vorige, waarmee de drie genoemde hoofduitgangspunten van het kabinet Rutte-Ascher onder druk komen te staan. En ik loop ze langs. De overheidsfinanciën zijn op macroniveau op orde. Bij het nieuwe kabinet ligt al dus de taak dit zo te houden. Opvallend is dat het positieve begrotingssaldo de komende jaren terugloopt, terwijl men toch juist zou verwachten dat de overheid zich in tijden van hoogconjunctuur weet te beheersen. En hoe zit het nu, zo vragen we de minister, met het houdbaarheidstekort, waar ook al collega De Graaf op wees. Dit geeft aan of de overheid in 2060 nog dezelfde voorzieningen kan betalen, bijvoorbeeld ten behoeve van het onderwijs, de sociale zekerheid en de zorg. Het kabinet Rutte-Ascher heeft dit tekort de afgelopen jaren omgebogen in een overschot, in het bijzonder door ingrepen in de AOW-leeftijd en door het zorgakkoord. Klopt het, zo vragen we de minister, dat het houdbaarheidstekort recent weer is verslechterd? En zo ja, welke maatregelen gaat hij nemen om dit niet te laten gebeuren, om er al dus voor zorg te dragen dat de verzorgingsstaat er ook voor de komende generaties zal zijn? Hoe is het met het rentmeesterschap gesteld bij deze nieuwe minister van Financiën? Voorzitter, voor wat betreft het versterken van de duurzame economische structuur biedt het regeerakkoord een aantal belangrijke voornemens. Wat daarin echter ontbreekt, is een bezinning op globalisering, in het bijzonder op het internationale kapitaal. Te lang is globalisering als onafwendbaar beschouwd, zeker voor een open economie als de onze. Maar wij kunnen nog steeds een handelsnatie zijn, ook wanneer we pal staan voor transparante, eerlijke en duurzame handelspraktijken. We kunnen onverkort investeerders aantrekken, ook wanneer we de aasgieren die onze bedrijven opknippen en leeghalen buiten de deur houden. Het land kan bestuurd worden zonder de hulp van multinationals die zich zo actief in de kabinetsonderhandelingen hebben gemengd. En ook van het aan banden leggen van cryptovaluta zal geen fatsoenlijk burger last hebben. Hoe kijkt de regering tegen deze uitwassen van globalisering aan? Beschouwt zij ze als onontkoombaar of gaat zij ze te lijf? Voorzitter, in een duurzame economische structuur moet de mens centraal staan, niet het geld of de markt of het kapitaal. Zo blijven de lonen al sinds jaren achter bij de gestegen arbeidsproductiviteit. De collega van Apeldoorn wees daar ook al op. Het CBS wijt dit aan het toenemende aantal flexwerkers en zelfstandigen. En dat is inderdaad een onacceptabele ontwikkeling. Maar ook voor de werkenden met een vast contract geldt dat de beloning op arbeid ver achter is gebleven bij de beloning op kapitaal. Hoe kijkt de regering aan tegen deze zorgwekkende ontwikkeling? Onderschrijft zij de stelling dat kapitaal ten dienste dient te staan van arbeid en dus van mensen en niet andersom? Welke maatregelen gaat de regering nemen om ervoor te zorgen dat werken beter loont dan vermogen? In een duurzame economie waarin niet het financieel kapitaal, maar de mens centraal staat,
worden andere keuzes gemaakt dan het nieuwe kabinet in het regeerakkoord doet. En dan heb ik het niet zozeer over de woorden, maar over de daden en de daarbij behorende budgetten. We hebben het immers over de financiële beschouwing. Ik geloof dat de meeste fracties in dit huis het er wel over eens zijn dat onderwijs een van de meest cruciale factoren is voor een duurzame economie. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een samenleving waarin iedereen meedoet. In veel verkiezingsprogramma's nam onderwijs een prominente plaats in, inclusief bijbehorende uitgaven. Het is dan ook ronduit teleurstellend wat hiervan in het regeerakkoord is terechtgekomen. De minister-president sprak vorige week over een intensivering van 1,6 miljard. Maar dan heeft hij het niet over het onderwijs, maar over de integrale OCW-begroting. Dus inclusief wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke diensttijd, cultuur, erfgoed en tal van andere posten. Voor het onderwijs zelf worden behoudens de al genoemde bedragen voor de basisscholen en geldt voor de techniekopleidingen van het VMBO geen extra middelen beschikbaar gesteld. Erger nog, het onderwijs krijgt een korting opgelegd van structureel 183 miljoen. Voorzitter, dat is de wereld op zijn kop. Miljarden beloven in de verkiezingsprogramma's, gaan onderhandelen en er met een korting voor de sector uitkomen. De fractievoorzitter van D66 zei vorige week hier in dit huis ook al dat kortingen in het onderwijs om doelmatigheid te bevorderen, terwijl er tegelijkertijd in het onderwijs moet worden geïnvesteerd, voor zijn fractie geen noodzakelijke maatregel is, maar een vlek die de onderhandelaars vergaten weg te poetsen. Voorzitter, kunnen wij, zo vraag ik ook mijn collega's hier in de Kamer, kunnen wij de regering vandaag oproepen om deze lelijke korting inderdaad weg te poetsen? En zullen we de minister de suggestie doen deze oplopende korting vanaf 2019, dus nog een jaar de tijd, ongedaan te maken? Dat geeft de minister dat jaar de tijd ook om te bezien of het nu wel zover komt met het andere dossier dat vrijwel alle fracties in dit huis als een graat in de keel zit. Het afschaffen van de dividendbelasting ten behoeve van buitenlandse beleggers. Voorzitter, het kabinet lijkt een heel andere keuze te willen maken dan die van een duurzame economie waarin de mens centraal staat, namelijk primair een keuze voor de multinationals. Dat kan, dat zou niet de keuze van mijn partij zijn, maar als je hierop inzet, doe het dan goed, doeltreffend, doelmatig, uitvoerbaar. Niet voor niets zijn dit voor deze Kamer belangrijke criteria waaraan we de kwaliteit van beleid en wetgeving toetsen. De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting voldoet hier echter in geen enkel opzicht aan. Er is veel onderzoek gedaan naar vestigingsfactoren. Ik ken er geen die de dividendbelasting als belangrijke factor noemt. Het Centraal Planbureau geeft herhaaldelijk aan geen positief effect te zien voor Nederland als vestigingsland. En het topteam hoofdkantoren, een denktank van de eigen topambtenaren van de minister van Financiën, adviseert in zijn rapport met hoofdkantoren naar de top zelfs expliciet af te zien van het schrappen ervan. Ik citeer uit hun advies. Met de afschaffing is een groot budgetair beslag gemoeid dat gedekt moet worden door maatregelen die vooral binnenlandse ondernemingen treffen. Dat is niet verstandig. Specifieke maatregelen gaan vaak ten koste van het algemeen fiscale klimaat. Einde citaat. We hoeven als Kamer dus niet al te ver te zoeken om dit heilloze voorstel van tafel te halen. En ik merkte net ook al in het debat, ook met de collega's van D66, dat er sowieso al wordt gekeken naar deze maatregel, al dan niet binnen de enveloppen van het bedrijfsleven, waarbij ik me dan ook kan voorstellen dat de BTW-voorstellen, die zo schadelijk uitpakken voor het MKB, zo is ons althans vanuit de sector gemeld, worden betrokken. We vragen de minister dan ook of hij bereid is dit cadeau voor buitenlandse beleggers en buitenlandse overheden te heroverwegen en de middelen die hiermee gemoeid zijn niet te investeren in buitenlands financieel kapitaal, maar in Nederlands menselijk kapitaal. Voorzitter, ik kom tot mijn laatste punt. De derde pijler van het kabinet Rutte-Asscher, een eerlijke verdeling van welvaart, vergt voortgaand onderhoud door het nieuwe kabinet. Dit laat zich niet alleen in koopkrachtplaatjes vangen. De discussie over de BTW-verhoging is daar een goed voorbeeld van. De premier wuifde de bezwaren hiertegen weg door te stellen dat uiteindelijk iedereen, of bijna iedereen, corrigeerde die even later, erop vooruit zal gaan.
Maar dat is helemaal niet de tegenstelling waarvoor wij aandacht vragen. Onze eerste zorg is dat door de stijgende prijs van bijvoorbeeld fruit, medicijnen of boeken, mensen andere keuzes gaan maken en deze producten minder gaan afnemen. Is het te veel gevraagd om die gedragseffecten in kaart gebracht te krijgen? En ja, dan mag dat vanuit de integraliteit zoals we dat net hebben besproken. En onze tweede zorg betreft de effecten van de BTW-verhoging voor de concurrentiepositie van zelfstandige winkeliers. Met name in grensregio's, maar ook in krimpgebieden. Die vallen vaak samen, maar niet altijd. Juist een extra toets hierop kan inzichtelijk maken hoe serieus dit probleem nu is. En ik verwijs nogmaals naar de motie die mijn fractievoorzitter hierover vorige week heeft ingediend. Een dergelijk onderzoek doet recht aan de vele oproepen die wij van het midden- en kleinbedrijf hebben ontvangen. Van bloemisten tot recreatiebedrijven, maar ook, en zeer indringend, van MKB Nederland. Graag krijgen wij een reactie van de minister op dit verzoek. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Graag sluit ik me aan bij de woorden van welkom voor de beide bewindspersonen van mijn collega senator Postema, van wie ik vandaag een lunchpauze verwijderd ben. Daarbij maak ik graag gebruik van de gelegenheid om in het bijzonder stil te staan bij hun fiscale voorstellen. Een goed belastingstelsel is belangrijk voor welvaart en welzijn. Daar zijn we het allemaal over eens. Belastinginkomsten zijn nodig om deze collectieve voorzieningen te bekostigen. Een intelligent en sociaal belastingstelsel heeft ook een sturende functie om schrijnende ongelijkheid te corrigeren, schadelijk gedrag te ontmoedigen en om groei en werkgelegenheid te bevorderen. We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen met een goed ontwikkeld belastingstelsel. Bovendien is er de laatste jaren veel verbeterd. Zo is er stevig ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek. Ook is belastingontwijking, zoals via de België-route en een kunstmatige renteaftrek, door private equity partijen aangepakt. De vermogensbelasting is sinds dit jaar eerlijker. Kleine spaarders worden ontzien en mensen met groter vermogens gaan meer betalen. De belastingverlaging met 5 miljard in 2016 is voor het overgrote gedeelte ten goede gekomen aan lage inkomens en middeninkomens en aan betaalbare kinderopvang. Voor werkgevers is het via het lage inkomensvoordeel aantrekkelijker geworden om mensen met een bescheiden inkomen aan te nemen. De verlaging van de belasting op werken zorgt ervoor dat meer mensen een baan kunnen vinden. Toch valt er nog veel te verbeteren. Zo drukken de lasten van onze verzorgingsstaat onevenredig zwaar op mensen in loondienst. De PvdA vindt dat de lasten en baten eerlijk verdeeld moeten worden. Wij zijn ook van mening dat bedrijven en vermogenden hun eerlijke aandeel moeten bijdragen. Dat vereist niet alleen een harde aanpak van belastingontwijking, maar ook hervorming van het belastingstelsel zelf. Verdere vergroening van het stelsel is dringend gewenst. En tenslotte moet het stelsel volgens de PvdA eenvoudiger en dienstbaarder worden. Dat betekent snoeien in aftrekposten en een menselijke benadering van degenen die in uitzichtloze schuldsituaties belanden. Graag sta ik stil bij de ambities van de regering op deze fiscale onderwerpen, voorzitter. Zoals gezegd baren onevenwichtigheden in ons fiscale stelsel mijn fractie zorgen. Uit een analyse van betaalde belastingen per sector door het CBS ontstaat het beeld dat het Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven zeer gunstig is. Zo daalden de door bedrijven betaalde belastingen sterk tussen 2001 en 2013. Bovendien zou de fiscus belastinginkomsten zijn misgelopen door belastingontwijking van grote Nederlandse bedrijven. Tegelijkertijd dragen huishoudens een steeds groter gedeelte van hun inkomen af. Welke initiatieven mogen wij van de regering verwachten om deze scheefgroei te herstellen? De WRR laat zien dat vermogensongelijkheid toeneemt en groter is dan de inkomensongelijkheid. Deze groei in vermogensongelijkheid heeft te maken met de verhouding tussen de groei van kapitaal en de economische groei. Tegelijkertijd is er door een veelheid aan ingrepen de belasting op vermogen in Nederland steeds verder verlaagd. Daarmee ligt deze onder het gemiddelde van de OECD-landen. De WRR adviseert dan ook onder meer hogere belastingen op vermogen en een lagere loonbelasting voor mensen met een klein inkomen. Welke maatregelen mogen wij op dit terrein van de regering tegemoet zien? Mijn fractie steunt het voorliggende box 3 voorstel om voor het rendement over het aan het spaardeel toegerekende gedeelte van de grondslag
voortaan te gebruik te maken van actuelere cijfers. Graag vernemen wij van de staatssecretaris welke additionele voorstellen wij van de regering zullen krijgen ten einde te komen tot een box 3-heffing die beter aansluit bij het werkelijke rendement. En hoe zit het met de verhouding tussen huurders en huizenbezitters, zo vraagt mijn fractie zich af. We constateren dat het kabinet voornemens is zowel huurders als huizenbezitters minder subsidie te geven. Maar welke visie ligt daaraan ten grondslag? Huizenbezitters krijgen aan de ene kant minder hypotheekrenteaftrek, maar het eigen woningforfait daalt aan de andere kant. Graag ontvang ik een inhoudelijke onderbouwing van de keuze van de staatssecretaris. Een laatste onevenwichtigheid betreft de scheefgroei die de laatste jaren is ontstaan in de belastingheffing op werknemers ten opzichte van zelfstandigen. Mijn fractie meent dat de onderliggende fiscale prikkels die leiden tot de sterke stijging van schijnzelfstandigheid aangepakt dienen te worden. Is de staatssecretaris het met ons eens? En wat mogen we dan op dit terrein van de regering verwachten? Meer in het algemeen verneemt de PvdA graag van de staatssecretaris welke hervormingen van het belastingstelsel hij wenselijk acht. Zo heeft de commissie van Dijkhuizen geadviseerd hoe te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Welke hervormingen mogen we van de regering tegemoet zien? Het regeerakkoord stelt ons op dit punt niet gerust. De aanpak van fiscale constructies en belastingontwijking kunnen op de warme steun van de Partij van de Arbeid rekenen. Ook de G20 en de OESO hebben de strijd aangebonden met wereldwijde belastingontwijking. Welke inzet van de staatssecretaris mogen we op dit terrein verwachten? Nederland zou nog altijd dwars liggen bij het aanpakken van belastingontwijking in Europa en daarmee nog steeds behoren tot de coalitie of the unwilling, coalition of the unwilling. Mogen wij ervan uitgaan dat de regering zich zal inzetten om wetgeving over belastingontwijking snel van de grond te laten komen? Graag een bevestiging van de staatssecretaris. Voorzitter, dan kom ik bij het voorliggende pakket Belastingplan 2018. Hierover hebben wij reeds schriftelijk van gedachten gewisseld en wij danken de staatssecretaris en zijn ambtenaren voor de voortvarende wijze waarmee onze schriftelijke vragen zijn beantwoord. Echter, deze snelheid is de diepgang en overtuigingskracht helaas niet altijd ten goede gekomen. Zo heeft mijn fractie geen cijfermatige onderbouwing ontvangen van de bijdrage van burgers en bedrijven aan de vergroeningsopgave. Bij elkaar opgeteld betaalt een gemiddeld huishouden in 2018 €1.014,91 aan belastingen over het energieverbruik, exclusief de verbruiks- en netwerkkosten voor de elektriciteit en het gas zelf. Aangezien het voor huishouders, zeker in een huurwoning, lastig is om zelf het stroom- en gasverbruik te verlagen, hebben steeds meer mensen moeite om hun energierekening te betalen. Bedrijven die erg veel energie verbruiken, betalen juist een verlaagd tarief en energiebelasting. Indien een bedrijf als energieintensief bedrijf wordt aangemerkt en een afspraak heeft met de Rijksoverheid in het kader van energiebesparing, dan kan er een teruggaveverzoek worden ingediend bij de Belastingdienst voor betaalde energiebelasting boven de 10 miljoen kilowattuur. Graag vragen wij de staatssecretaris toe te zeggen om cijfermatig inzichtelijk te maken hoeveel burgers en hoeveel bedrijven bijdragen aan de vergroeningsopgave. Voorts ontvangen wij daarbij graag een cijfermatige onderbouwing van de bijdrage van de verschillende inkomensgroepen hieraan. Graag sta ik ook wat langer stil bij het voornemen van de regering om de regeling Hillen geleidelijk uit te faseren. Die maatregel stond ook in het verkiezingsprogramma van mijn partij. Echter, die was daarin ingebed in een visie op de woningmarkt en flankerend beleid op het terrein van inkomens- en vermogensverdeling. Helderheid hierover ontbreekt in het pakket dat nu voor ons ligt. Wij zien geen enkele inhoudelijke reden om de uitfasering van de regeling Hillen met stoom en kokend water door de beide kamers van de Staten-Generaal te loodsen. Daarbij zijn naar onze mening de effecten onvoldoende in kaart gebracht voor ouderen met alleen AOW of een klein pensioen. Ten slotte zien we geen maatregelen om deze groepen te compenseren. Uiteindelijk raakt de wet ongeveer 1 miljoen huishoudens en is het voor de kwaliteit van het wetgevingsproces essentieel om een duidelijk beeld te krijgen. De onzorgvuldigheid van dit proces kan niet op onze steun rekenen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Waarom heeft het kabinet dan niet voor een zorgvuldiger invoeringstraject gekozen? Ook nog een korte opmerking over de wet inhoudingsplicht houtse coöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.
Het onder de dividendbelasting brengen van de Houtse coöperatie heeft een zeer beperkte tot verwaarloosbare budgettaire opbrengst. Echter, het uitbreiden van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting leidt tot een budgettaire derving van 30 miljoen. Philippe Albert, hoogleraar internationaal belastingrecht, schrijft in een commentaar op het voorstel, ik citeer, het wetsvoorstel overziende is de koopman er beter uitgekomen dan de dominee. Einde citaat. Dat kan niet op de steun van mijn fractie rekenen. Ten slotte lijkt het kabinet met de beperking, toepassing, heffingskortingen, buitenlandse belastingplichtigen onbedoeld, naar ik aanneem, de aantrekkelijkheid van grensarbeid te verminderen. Immers, grensarbeiders zullen meer moeite moeten doen om aanspraak te maken op de heffingskortingen in de Nederlandse inkomstenbelasting. Voor lager betaalde grensarbeiders is dit niet eenvoudig. En voor Nederlandse werkgevers is deze maatregel niet aantrekkelijk. Graag vraag bij de staatssecretaris om een oplossing voor deze onwenselijke neveneffecten. Indien noodzakelijk heb ik daarover een motie achter de hand, maar ik hoop vooral op een toezegging van de staatssecretaris op dit terrein. Voorzitter, ik rond af. Mijn fractie hoopt dat de uitgestoken hand van het kabinet ook de fiscale maatregelen betreft. Vanuit die hoop zullen wij met extra aandacht luisteren naar de antwoorden van de beide bewindspersonen die vandaag bij ons aanwezig zijn.